take this heaven from one if you must cling to someone now and forever. Let it be me. Each time we meet, love, I find complete love without you. So never leave me lonely, tell me you love me only, and that you'll always let it be me. Each time we meet, love, I find without your sweet love, what would life be? So never leave me lonely, tell me you love me only, and that you'll always let. Ik heet u allen hier een warm welkom in de aula van Crematorium Sterrenheuvel. En een speciaal welkom spreek ik uit naar Mary, Stella en Hans, Dennis Lee en Lisa, David en Ingrid, Gavin en Quinten en Esther. Welkom. We zijn bij elkaar gekomen om afscheid te nemen van Guy Tong Tio. Afscheid. Maar vandaag en nu kijken we vooral terug op zijn leven en vieren wij zijn leven. Eddie. Het leven dat 77 jaar heeft mogen duren. En wij herdenken zijn leven door met elkaar te luisteren naar muziek dat met zorg en liefde is uitgekozen. En wat zo goed bij Eddie past. En wat hij zelf zo mooi vond. En we luisteren naar warme woorden. Als eerste zou ik graag een moment van stilte willen. En u mag hierbij blijven zitten. Dank u wel. David, mag ik je uitnodigen? Ja. Welkom allemaal. Ik vind het heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Jullie zijn familie, vrienden. Ik wil nog een klein stukje zeggen over pa. Het duurt niet lang. Dus. De herfst, blaadjes vallen. Het is triest omdat de natuur het leven verliest, maar ook mooi vanwege de mooie kleuren die erbij horen. Pa is er niet meer. Zijn laatste woorden tegen mij waren, hou mijn hand vast. En dat deed ik dan ook. Ik zou graag mijn verhaal willen vertellen
over ouwe. Want zo noemde ik altijd. Hij was trots dat hij in 1970 een zoon kreeg. Een zoon, een stamhouder. Hartstikke belangrijk voor hem. Iemand die de naam Theo zal gaan voortbrengen. Nu had hij een dochter en een zoon. Ik heb een hele goede jeugd gehad, vind ik zelf. Pa was hartstikke streng. Maar dat was op zijn tijd ook best wel nodig. Buiten dat hij mij leerde vissen en vliegeren, was hij er op tijden dat ik een vader nodig had. Ik kan me nog de zondagen herinneren als mama aan het werk was. We gingen met z'n vieren fietsen. We fietsten bijvoorbeeld naar de duinen om bramen te plukken. Dat vond Stella altijd heel erg lekker. Zondag was ook bij ons stevast papapakdag. Lekker stoeien met pa. Wat ik vroeger zo magisch vond, was de kermis. Vooral als het donker was. Pap die bereidde ons voor, voordat ma thuis kwam, voor een van de late dienst. En daar stonden we dan met onze natte koppies, net onder de douche vandaan. En ik keek altijd mijn ogen uit op de kermis. De lichtjes, muziek, die werkte op een of andere manier heel betoverend voor mij. Maar wat me vooral bijgebleven was, is het gevoel van samen leuke dingen doen. Maar op een dag gingen mama, Stella en Esther zonder mij naar de kermis. En daar werd ik heel verdrietig van. Pa die zag dat en hij nam me mee uit fietsen. Hij zegt, weet je Daaf, als je later groot bent, dan gaan we samen door Nederland fietsen. Met z'n tweetjes, jij en ik. En ik was de kermis spontaan vergeten. Ja, zo was hij. Hij zag wanneer ik het nodig had. Jaren later gingen mama, Stella en Esther naar Indonesië. En wij bleven met z'n tweetjes achter. En hij zei tegen me, ah, dat geeft er niet Daaf, wij gaan wel een keer naar Hawaii. Nee, dan hula hula meisjes. Dat is toch veel leuker dan Indonesië. Die zomer maakten we een roadtrip met z'n tweetjes naar Duitsland om een XM-177 te halen. Dat was een schaalmodel van een geweer. Dat het niet legaal was om te hebben in Nederland, dat deed hem helemaal niks. Hij vond dat ik het verdiend had. Ik had namelijk heel keihard gewerkt op school. En hard werken was ook een van de dingen die ik van hem heb geleerd. Met hard werken kom je een heel eind in het leven. Echter kwam het woordje te erbij voor pa. Te lang, te hard werken. Veroorzaakte bij hem een breakdown. Hij raakte in de ziektewet en ging een zware tijd tegemoet. In die tijd bouwde hij als therapie de kruipruimte onder het huis om in een kelder. Die kelder zou ook voor mij zijn. Daar kon ik mijn soldaatjes mooi uitstallen. Want die berg zand in mijn kamer, dat vond hij maar helemaal niks. Ik heb heel wat uurtjes besteed in die kelder, samen met mijn vrienden. Die weten er alles van. En ergens in de jaren 90 ontmoette ik Ingrid. En was daarom niet meer vaak thuis. Nou, zo gaat het nou eenmaal als je de liefde van je leven vindt. Huisje, boompje, beestje. Wat mij heel dierbaar is uit die tijd, is onze gezamenlijke reis naar Indonesië. De gehele familie Theo met aanhang, 5 weken op avontuur in het land waar onze roots liggen. Pa op zijn Clarks, kantoorschoenen in de jungle van Maleisië. Maar alles tot in de puntjes regelde hij als een professionele touroperator. Een apetrots was hij toen zijn eerste kleinkind werd geboren, zijn zoon. Dus een stamhouder voor de Theo's. En ineens was hij opa. Hij genoot van zijn kleinkinderen en leerde ze maar al te graag waar een kellek zat. En wat Bouk een Toet was. Iedereen begrijpt hem. Maar het leven veranderde drastisch sinds zijn hartaanval. Te veel roken had zijn tol geëist. En zijn lichaam brokkelde langzaam af. Vaak had hij het met mij over de waarde van het leven. Daaf, je hebt het goed gedaan. Dat was zijn manier om te zeggen dat hij trots op me was. En hij vond het prachtig dat mijn jeugdvrienden voor altijd waren. Hij had immers dezelfde band met zijn eigen jeugdvrienden tot op de dag van vandaag. Hij miste de normale dingen zoals een potje tennissen, lekker fietsen met mam of gewoon lekker een biertje drinken zonder jicht te krijgen op de verjaardag van mijn kleinzoon. Ook leerde ik onlangs dat zijn aanwezigheid impact heeft gehad op meerdere mensen binnen de familie. Oom Eddie met zijn rode gitaar scheen toch wel een mooie herinnering te zijn geweest en hij heeft mensen geïnspireerd om gitaar te gaan spelen. Het is herfst. Er valt een groot blad van een Theo familieboom. Triest omdat we papa moeten gaan missen, maar ook mooi omdat zijn lijden voorbij is. Die reis naar Hawaii en de fietstocht hebben we alleen in gedachten gemaakt, maar dat geeft niet.
Ik vind het belangrijk om te weten dat we samen iets hadden. Hij is in goed gezelschap nu. Ik kan grappen gaan maken met Corrie van Gorp. Of een potje gaan voetballen met Diego Maradona. Maar eigenlijk denk ik dat hij stiekem lekker een sigaretje aan het roken is met zijn zus, tante Fonny. En nog napraat over het leven wat ze geleefd en geschonken hebben. Op zijn laatste dag gaf hij onze nicknames. De kinderen. Esther noemde hij Bamba. Stella noemde hij Pien. En ik was Hotel California.
stellen. Ik kijk naar jou. Kijk zo alsjeblieft. Ja. Ik heb nog een gedichtje van oom Max en van Helen. Zij konden helaas vandaag niet aanwezig zijn vanwege de corona. Maar mijn vader was ook altijd erg bang voor de corona. En vorig jaar had hij het overwonnen. Hij zegt, jongen, die corona die krijgt mij niet onder. En eigenlijk bij zijn laatste dagen had ik tot en met zijn laatste dag nog ontkend. Ik zeg, pap, corona krijg je niet onder, maar... Ja, zijn lichaam was gewoon helemaal op. En we wisten het eigenlijk wel, want zonder woorden kon ik mijn vader goed begrijpen. Hij wilde heel graag langer leven. En de artsen zeiden ook, goh, wat is je vader toch sterk. Wat heeft hij een wilskracht. Maar hoe kan hij dat? Hoe kan hij nog zo lang doorleven? Zijn lichaam is al lang op. En hij had natuurlijk wel corona gekregen, maar het was even net dat kleine beetje waardoor zijn lichaam zei, genoeg. Tot hier en niet verder. En ik ben trots op mijn vader dat hij onze vader is. Hij heeft echt zijn leven geleefd zoals hij dat wil. En het is gewoon een geweldige man. Het is heel moeilijk om hem, zeg maar, afscheid van hem te nemen en de kist te sluiten. Maar echt, aan alles komt echt een eind. Ook aan dit. En hij zal altijd in ons hart voortleven. En vandaar dit mooie afscheid. En dit is het gedicht van oom Max over vrijheid. Vrijheid is een stem in je hart die je hoort roepen. Is de keus om je eigen weg te zoeken. Is het streven vanuit je innerlijk te leven. Waardoor je met liefde alles kunt vergeven. Hoe heerlijk is het te weten dat je voortleeft na de dood. Het schenkt je kracht in ieders leven en sterkt je in zware nood. Amen. Hello, Mary Lou. Goodbye. Gets around, it's where my feet stuck to the ground.
Dit was eigenlijk niet de bedoeling, maar aansluitend op die laatste video willen we toch met jullie delen, want wij weten dat allemaal. De laatste adem dat papa van ons heen ging, was hij eigenlijk al onder de morfine. En hij heeft nog tante Joyce gezwaaid. En hij zakte eigenlijk steeds verder weg. En het was zo triest. En ze dacht, nou laten we maar een liedje zingen. Ja, we wisten niet wat voor liedje we moesten zingen. En we begonnen de verkeerde liedjes te zingen. En papa, die kwam terug uit de dood. Hello Mary Lou. Uit de dood is hij nog teruggekomen, hè, mam, voor jou. Ja, het is voor jou. Liefde. Nou, jij mag nu beginnen met jou. Waarmee? Met je verhaal over papa. Oh. Ja, ik ben Mary. En wie zit er aan? Ja, ik ken hem eigenlijk pas heel later toen ik student was. En moeten naar een andere grote stad verder leren. En we hadden geen kamer kunnen krijgen. Wel bij hem. Zijn moeder heeft had zo'n pension. En daar is altijd plek. Dus mijn vader en moeder die waren helemaal blij. Het was al laat en we hebben nog een kamer voor hun dochter. En die mensen, ze hebben dezelfde achternaam als wij. Tio. En mijn vader was helemaal blij. Oh, je hebt al een plek. En toen was ik daar gebleven. En maar we kennen elkaar nog niet. Ik ken hem eigenlijk pas later. Want je komt toch om te studeren, niet om te rijjodo. Sorry hoor. Ja, maar het klikt met ons. Met allerlei dingen. Hetzelfde liedje zo. Ik hier dat liedje zingen. Hij kwam ook met hetzelfde liedje. Nou, dat is eigenlijk veel vaker zo. En in die tijd. Moet ik hier lezen? Wacht even. Oh ja. En toen kregen we te horen dat de hele familie zou overgaan naar Nederland. En we hadden pas een jaar verkering. Dus eigenlijk erg kort. Maar hoe? Nou, dan gaan jullie dan maar, dan blijf ik hier wachten. Zeg ik zo, ja. Nee, jij gaat mee. Maar hoe? Het is hartstikke duur om een ticket te betalen in die tijd. En hij had alleen maar een baantje voor
voor zichzelf en voor zijn moeder. En toen zegt hij, weet je wat, ik ga extra werken. En 's avonds ga hij bij de Chinees borden wassen. En zo spaarde hij al het geld van de borden wassen, totdat hij helemaal een ticket voor mij kan kopen. En hij was helemaal trots. Het is genoeg, zo zegt hij. Oh, dat vind ik heel knap van jou. En, maar toen waren wij al uit elkaar, hè? Dus hij al in Nederland. Sorry hoor, het is een beetje in de war. En ik was nog in Indonesië. En hij heeft toch, het is toch hem toch gelukt? Hier is? Ja. Ja. Oh ja. En de tijd gekomen dat hij met zijn vader en met zijn moeder en de zusjes zij gingen al naar Nederland en hij moet nog komen met Sonja. Dus Sonja en ik, en die kwamen pas later aan. Maar ondertussen, toen die kwam, dus het was heel erg spannend daar boven. Want het was die oorlog van Amerikanen tegen die Vietnam, geloof ik, ja? Mm-hmm. Ja. Ja. Maar toch was ik veilig gearriveerd. En elkaar weer, na 2,5 jaar, weer bij elkaar. En dat is niet te geloven, zeg. Ik herken hem bijna niet meer. Hij was zo blank geworden. En, en een beetje rare praatjes, weet je wel. En ik ben een jaar van, doe maar gewoon, zeg. Nee, en zo gingen we helemaal te gek eigenlijk. Dat was eigenlijk het leven is ineens veranderd. Oké. Okay. Ja, volgende. Oké. Okay. Ik moet toch eens kinderen krijgen? Ja, vertel maar. Ja. Oké. Okay. En wij gingen de... Esther, ik weet het niet meer nog. Jawel, kinderen krijgen, het is voor het eerst terug naar Bali. Ja, maar dan moet je eerst trouwen, toch? Ja. Oh ja, wacht even. En ja, hoe was het? En ja, wij gingen de... het verhaal is gaat een beetje verder. Wij zijn al 17 jaar. Oh nee, nog niet. 13 jaar. 13 jaar, ja. Wij waren al 13 jaar uit elkaar. En. 13 jaar in Nederland. En ik ben. Jullie ook, ja? Oh ja, nee, jullie zijn. Nee, 13 jaar in Nederland. En ik ben daar nog niet. En hij heeft het dus. En zij wil zo graag vertellen dat in die tijd hebben we ook. Een reis gemaakt met z'n allen. En ze willen naar Bali. Dus dat is in 1977 zijn we naar Bali gegaan. En dat is de plaats voor iedereen dat toch nog nooit daar geweest. Klopt? En de tekst, dit is papa's tekst op deze foto. Zijn woorden, de eerste keer weer terug naar Indonesië. Ja. Het was heel emotioneel om het land waar ik geboren... Mm-hmm. En getogen was weer terug te zien. Mm-hmm. Na vertrek naar Nederland op 13 september 1964. Ja. Het heeft dus 13 jaar geduurd. 13 jaar, dit is een
voor Indonesische mensen. Dus ja, 13 is een typisch geval? Getal. 13 is een, ja. Nou, ik weet niet of hij bijgelovig is, maar ik vind van wel. Ja. Maar misschien is het goed voor hem. Maar ik ben niet nergens bang voor. Dus. Ja. Oh ja, hier is een foto van ons. Ik zag ze al, hè? Ik zag ze al, iedereen ziet het daar. Ah? Is dat zo? Ja. Is klaar? Nee, ik moet daar lezen. Oh ja, het leven met we lief en leed samen. En volop enthousiasme in het nieuwe land. Ja toch, dat was toch Nederland? Ja. Allemaal foto's. Ah ja, die foto's. Ja. Ja, oh ja, sorry. Die foto's, toen waren we hartstikke gelukkig. En hij maakte altijd mooie foto's als hij gelukkig was. Ja. En ik moet natuurlijk zo en zo, weet je wel. Maar ik ben en ik ben helemaal geen fotogenie. Ja? Ja. En deze foto... waren we 17 jaar getrouwd. Ja, deze foto, hè? Ja. En wij zijn heel erg gelukkig met onze 3 kinderen. Ja, en dan zijn we met z'n 5 en altijd gelukkig samen, dit en dat. Plannen en zo, weet je wel. Kijk maar, ze lachen allemaal. Ja. Ja, maar zo voelden wij ook. En, en we waren nog geluk, extra geluk, bijgekregen met 3 kleine kinderen. En hij was hartstikke trots op, de 3 jongens. De eerste is Kevin. Ja? Kevin Pio. Daar is Kevin. Ja. En dit is een Theo, zegt hij. Okay. En toen kreeg hij nog, die andere jaar, tweede jaar, Dennis Lee. En die Dennis Lee die is helemaal gek op Kevin, Kevin Theo. En die zegt, papa, ik wil ook een Theo zijn. Hij wil geen schuller zijn. Dus... Belediging voor jou, hè, Hans? Maar hij moet zelf nu omlachen. En Kevin trots natuurlijk, want je blijft de baas, hè? Ja. En later wordt ons leven verrijkt. Ja, met onze 3 kleine kinderen. En Quinten, die komt pas later nog erbij. Oh, deze is echt een echte timmerman. Net als de vader. Ja, die kan alles, kijk maar zijn ogen zijn helemaal dicht. Ja, zo zie ik je, Peter. Ja, en dus prachtige kleinkinderen nog erbij. Dus wij voelden ons heel erg rijk van. En lekker genieten van de kinderen en wil altijd. En, waar? Oh ja, daar, hè. Toch, kijk. Levende wezen. Oh nee. Onze blijdschap met z'n allen wordt nog blijer gemaakt. Want we hebben een vogeltje gevonden. Bij iemand anders moet op de katten letten. Maar we hebben daar pierenwiet, hoe heet je dat weer? Ja, pierenwiet. Pierenwiet, ja. Een vogel, eigenlijk een soort papegaai, maar een kleine papegaai, pierenwiet. Hij was helemaal gek op dit beest. En dat beest die sliep altijd onder zijn nek, weet je wel. Overal naartoe gesjouwd.
En altijd naar Piriwit, Piriwit. Ik zei, ja, dat is toch alles. Het is echt hartstikke gehecht. Jammer. Piriwit was overleden. Ja. En tot nu toe zegt hij nog steeds, waar is Piriwit, daar is Piriwit. Wij gingen op vakantie naar Italië. Piriwit mee, met de hele kooi. Ja. Tot twee keer toe zelfs. Ja, met Piriwit vakantie met z'n drieën. Ja, dat was echt een fantastische vakantie. Want je kan Piriwit loslaten in de huiskamer. Ja, en dat blijft bij. En wij gingen ook nog naar Indonesië. Dat is daar, waar Eddie geboren is. Ja, dat is Jalandago, waar ze hebben gewoond. Hé, hey, Joyce? Ja, toch Jalandago, hè? Ja. Ja, is het toch leuk? Hé, hey, Tom? Daar snap je een bal van. Ja. Oh ja, hij is gek op tennissen. Eveneens ik. Maar ik word eigenlijk door hem. Hè. Tennis is dit, tennis is dat zo. En jij kan goed tennissen. Wauw, ik was helemaal zo. En weet je wat hij altijd graag wil zijn? Hij hoort dat die alle grenslem van de wereld, er zijn er 5, daar wil hij altijd heen. Ik zeg, kom op, we gaan, zeg ik. Dus wij waren naar 5 grenslem van de wereld geweest. Onder andere Australië, Roland Garros, Amerika en Key Biscayne en Wimbledon. Ja, daar waren we geweest. En hij genoten en trots is tegen iedereen vertellen, ik heb 5. Terwijl hij later minder kon tennissen. Maar toen hij nog zo kon tennissen, hij tennis echt zo. Als wij aan het tennissen waren, mensen kijken en zeggen ze, wat kan u tennissen zo, weet je wel. Maar daar ben ik hartstikke trots op. En niet dat alleen, hij houdt ook erg veel van fietsen. Oh ja, daar is hij. Oh ja, en de Tour de France uiteraard, wil hij ook niet missen. Is een echte sportman eigenlijk hoor. En tuinieren, dat was de laatste jaren heel erg goed voor hem. Want het is heel goed voor zijn voor zijn lichaam. Want hij heeft nog nooit 1 keer jagung geplant. Ja, de eerste keer dat ik jagung aan hem geef, weet je wel. Hier, ga maar in de grond stoppen. En hij stopte echt in de grond, die jagung. Maar weet je wat meneertje deed? Elke dag kom hij even graven, kijken of er een Dat vergeet ik nooit meer. En ik lach en lach. Maar wij kinderen, wij worden zo opgevoed, hè. Dus het is van, zeg maar, hij niet. Hij gaat stiekem bij de jagungplan eruit gehaald. Nog niet zo. Oh, Tom, sorry, ik heb je belachelijk gemaakt. En ook erg fanatiek. Jammer. De grond wordt verkocht. En we konden dan door de gemeente. En wij moeten stoppen met tuinieren. En dit is de tijd dat hij nog sterk was. En nog veel wil. En hij wil naar Amerika, gewoon zo plezier met ons tweeën. En wij waren echt met z'n tweeën door Amerika heen. Zonder guide. Gewoon de auto huren, een hotel. En richting Californië daar. Kijk maar waar we terecht komen. Tot Lake Tahoe. Lake Tahoe daar. Ja, we hebben natuurlijk ook, ik heb dan die hele lekkere sinaasappel gejat. Want dat is echt citroen, hè? Sinaasappel vandaar, hè? En dat is heel erg zoet. En hij zegt, doe dat dan maar niet meer, hè, zegt hij.
Nee, ik toch, jij toch niet, zeg ik. Ja, met papa was het hartstikke leuk. En dat was... Waar is dit? Dit is in Grand Canyon. Hij is helemaal weg van de Grand Canyon. Hij zou graag willen terug zijn, maar helaas niet meer. Ook dat tennissen is ook opgehouden, omdat hij hield het niet meer vol. Wil je kijken, hè? Oh nee, dat niet meer. Kijk maar. Hij is een keertje gelukt, gewonnen. Mag eigenlijk niet laten zien, hoor, maar... Ja, maar die ene keer, het is toch, mag toch wel, zeg hij. Kom maar. Hij heeft die foto zelfs gemaakt. Zo trots was hij. Trots op andere dingen, mag wel, hè. Ja, dat was die. Oh ja. Oh, hij kan heel goed met zijn kinderen om. Ja, het staat hierop. Ja, hij kan niet zonder kinderen, hoor. Hij is... Soms is hij wel streng, maar hij is toch wel heel lief. Toch? En ook met David en Stella. Heel lief. Ja, kijk, hij zal met David naar Hawaii gaan. Net als de zus, maar voor niet. Maar het is niet meer gelukt. Het haalt niet meer. Jammer, hè? Ja. Ja, toch? Heb je nog meer? Ja. Volgende. Oh ja, dit is afscheid, toch? Dit is de hechte Tio-Tio-familie. Omdat ik een Tio ben. Dus de familie Tio-Tio. Sterk, hè? Dubbele Tio. Ja, maar toen ik pas in Nederland kwam, de gemeente vroeg altijd, mevrouw Tio, wat is uw achternaam? Zo. En ik zeg, Tio. Oh, u begrijpt zeker niet, hè? Zeg. En ik zeg gewoon, ja, ik ben Tio. Hoezo? Het is zo van uw naam. Mag het ook van mijn eigen naam Tio heet? Ik heb een Tio, Tio. Oh, en toen ging het pas geaccepteerd. Dat ik een Tio. Ja, ik zeg, oh ja, Jansen kan toch ook, hè? Maar Tio, Tio bestaat niet. Ja, dat was, ja. Hé. Hey. Dat is toch net vandaag, of niet? Nee. Met papa erbij niet, natuurlijk, hè? Nee. Onze jongste... Oh ja, dit is mooi. Onze jongste, dat is Esther. En die heeft op een dag... Wauw, wij waren hartstikke trots op haar. En de tantes ook. Wij moeten naar Amsterdam, want die is afgestudeerd. In de geneeskunde en de beste van de groep. Ja, dus klap, 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 klap. Esther, ja. Ja, ja, ja. Maar het was echt zo, toch? Ja, dat hebben we niet opgerekend. En dat betekent dat Esther niet meer geschikt is voor ons. Meteen naar Amerika. Kreeg hij een baan. Ja. En nu is ze nog steeds daar. Werken. Ja. Esther, weer gaat verder. Je mag wel hier blijven. Dank je wel. Oh ja, ik mag hier blijven. Je mag blijven, maar je mag ook zitten. Nee, ik ga blijven bij jou. Oké. En eigenlijk wat we al gehoord hebben vandaag gedurende de dag... Dat papa was een man van weinig woorden, dus hij zei nooit tegen zijn kinderen dat hij trots was. Dat hebben we nooit gehoord eigenlijk, pas nu op het einde. En ik wist ook niet dat hij trots was, pas nu dat mama deze foto liet zien. Kijk eens naar zijn gezicht, hij is zo trots. Maar wij voelden het altijd wel, hoeft niet gezegd te worden. Hij was een man van
weinig woorden en bescheiden, introvert. En dat, ik denk dat we dat allemaal een beetje hebben. Volgende. Papa had heel veel belangstelling voor zijn kinderen. En volgde met interesse hun leven. Zowel hier, dit is in 2003, toen ik naar Amerika vertrok voor mijn werk, heeft papa meteen de gelegenheid aangegrepen om een reisje naar Amerika te maken. Dus hij wilde ook ons niet tot last zijn. En heeft maar kort bij ons gebleven, maar heeft vanuit daar is hij meteen op avontuur gegaan naar Californië, zoals mama heeft gezegd. En hij is op meerdere plekken geweest in Amerika dan ik, die nu al 17 jaar daar woont. Ja, want je zat altijd op school. Je had toch studeren? Je was altijd studeren. Ja. Volgende. Deze foto heb ik gekozen omdat het voor mij een belangrijk, intieme momenten zijn met mijn vader. Dit was in 2017, een van mijn vele bliksembezoekjes naar Nederland. En papa kon al niet meer goed lopen hier. Hij had eigenlijk al de laatste 11 jaar dat hij zijn actieradius was steeds korter. Maar op momenten zoals deze, dat ik terugging naar Amerika, zorgde hij er altijd voor dat hij van huis tot de gate mij bracht. Een ochtend, een typische ochtend, het begon al de avond ervoor, zette hij de wekker. En ik hoorde hem de wekker zetten in zijn slaapkamer, 6 uur, 's ochtends. Hij wilde graag dat ik op tijd kwam. Want ik heb nogal een handje van hem ook een beetje te laat te komen, via mijn moeder. En dan 's ochtends, ik sliep altijd in Stella de kamer, klopte hij op de deur, Esther, wakker worden. En was hij beneden al koffie aan het maken en verse sinaasappelsap persen, eitje koken. Oh ja. Een bordje was klaargelegd met een vork en een mes en vers brood van bakker Vink, die speciaal moest mama die halen. En zo bracht hij mijzelf met mama naar Schiphol. En dat hele end lopen van parkeerplaats naar de gate deed hij vol moed met de kar tot het einde, tot hier. En voor mij was het altijd moeilijk, omdat ik niet wist of ik hem ooit weer terug zou zien. Ja, maar we moeten kijken naar op die foto, hoe trots hij op jou is. Ja. Dat was de foto, toch? Toen ik hierheen kwam, vorige week, 5 dagen geleden, was het een speciaal hard moment, moet ik zeggen. Want meestal volgde hij de vlucht van begin tot einde. En hij volgde dat op het internet, hoe laat ik aan zou komen. En dat hij dat niet meer kon doen was erg hard voor mij. Maar we hebben van tevoren afgesproken, voordat hij overleed, omdat we zo'n goede band hebben, af te spreken hoe we kunnen communiceren met elkaar. En hij heeft dat eigenlijk sinds de dag dat hij overlijdt elke dag gedaan. En ook sowieso de dag dat ik hierheen kwam, heeft hij mij gezorgd dat alles heel soepel ging. En mij laten voelen dat hij er nog steeds, zoals hij daar nu staat, nog steeds is. Ja, en dat zeg je steeds maar tegen mij. Papa is nog niet weg. Hij is niet weg, nee. Mm-hmm. Ja. En ik wil papa daarvoor heel erg bedanken. Want zijn wilskracht is zo sterk en zijn liefde zo groot. Zelfs de dood daar niet tussen kan staan. Zelfs vandaag niet. Als hij bij ons is, is hij nog steeds bij ons. En hij laat ons weten hoe het moet, hoe we moeten communiceren met hem. Want hij is er nog. Ja. Dit is mijn laatste slide.
Dit is de laatste dag dat ik papa in levende lijven heb gezien. Juni 2019, vorig jaar. En dit is eigenlijk een shout-out naar mijn broer, David. David heeft mij aangemoedigd om gitaar leren te spelen vorig jaar. En hij heeft me ook begeleid. En ik vroeg ook, hoe heb jij eigenlijk gitaar leren spelen? Heb je van papa geleerd? Ik dacht, nee, zelf. Ik dacht, oké. En David heeft die dag dat ik naar Nederland kwam, heeft hij een speciaal feestje voor mij georganiseerd. Heel speciaal, want dit was eigenlijk de laatste, zonder te weten dat dit de laatste dag was. Dat we samen met papa zouden zijn, met z'n allen. En Rob en Lies en Carmen waren erbij. En we hebben genoten. En dit is de eerste keer dat ik samen met papa gitaar speel. Ik kon nog geen akkoord. Ik kon alleen maar plink ploink. Nog steeds. Nee. En komt hij naar een filmpje. En dan zie je hoe papa mij er doorheen trekt. En dat is eigenlijk zo typisch van papa. Die trekt ons wel doorheen, maar ook zo typisch. Want David heeft ons deze hele week doorheen getrokken. Nee, zelfs ja. Vandaag. Met ons allen erbij. Ja. Maar David heeft ons doorheen getrokken, hè, man? Ja, zeker. Dus papa leeft voort in ons allen. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. Lieve papa, dank je wel dat je mijn papa was. Als ik gitaar speel, dan zijn we samen en dan weet ik dat je meezingt vanuit de hemel. Onze band is voor eeuwig. Ik mis je. Voor altijd. Music. Music.
zin in. Alsjeblieft. Hallo. Ik heb een gedicht geschreven voor mijn opa. En die ga ik nu voorlezen. Ver weg in een warm land is waar het begon. Een man vol trots die alles aankon. Makkelijk was het echter niet, de dingen die hij ziet. Maar waar was het goed voor? Maar toch, hij zet door. Een uitweg naar Nederland, maar niet compleet. Werken, werken, met tranen en zweet. Maar het is hem gelukt. Een harde werker, dat was hij wel. Het geluk vond hij en leefde lang. Maar de laatste stappen waren alleen wat wrang. Gelukkig kan hij nu genieten. Achteroverleunend met een kom bami-soep kijkt hij naar ons en lacht ons toe. Prachtig, dankjewel. En jullie ook bedankt voor de mooie woorden en de prachtige beelden erbij. En er zijn nog zoveel meer foto's, wat elk weer zijn eigen verhaal vertelt. En nou, zo hebben jullie die ook allemaal. En blijf ze erbij pakken, de foto's. En vooral delen met elkaar. Ja, en al die mooie woorden, ja, kan ik alleen maar daar nog aan toevoegen van dat ik naar buiten kijk en daar is het koud en regent het. En hier is het licht, is het warm en hangt er zoveel liefde in de lucht en die is voelbaar. En volgens mij is dat ja, in deze setting de perfecte combinatie, als je het al over perfect mag hebben. Van ja, wat Eddie voor staat. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze ceremonie. En het gezin heeft aangegeven als laatste afscheid te willen nemen van Eddie. Dus ik nodig u straks bij, denk ik, een heel toepasselijk nummer, u uit om op eigen wijze afscheid te nemen van Eddie. En alvast naar de lounge te gaan, waar er een drankje en een hapje op u wacht. En waar u met elkaar verder kunt praten en herinneringen delen over zijn leven. En het leven wat u met hem gehad heeft en gedeeld. En het gezin sluit zich daarna bij u aan om ja, dat ook te delen en te doen. Daar zijn jullie wel aan toe, denk ik. Ik wens jullie heel veel sterkte en kracht toe.
without